Een tiental vrouwen is onlangs gehuldigd voor hun bijdrage die zij de afgelopen jaren hebben geleverd op sociaal, economisch en maatschappelijk vlak. Deze vrouwen hebben de afgelopen jaren baanbrekend werk verricht en zijn overal op de maatschappelijke ladder terug te vinden. Vandaag, 9 maart, wordt hier op het complex van het commissariaat Kommerwijnen in samenwerking met het districtscommissariaat en de organisatie The Purple Movement Kommerwijnen een minibeurs, mini-beraderie georganiseerd en een aantal vrouwen die zich op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied verdienstelijk hebben gemaakt, worden gehuldigd. Het thema van deze minibeurs is vrouwen in onderneming. Zij zijn ook vrouwen en zij werken ook evenveel hard. Dus de waardering en het respect die men geeft, die jullie geven aan de vrouwen of aan de mannen, hebben wij van het commissariaat besloten om u ook te huldigen. Wow. Zodat u ook, als uw motivatie 99 was, dit vanaf vandaag met 100 bij. Yeah. En dan gaat u naar tot top. Ja? Gefeliciteerd. Dit is een student. Ja, toch? En elke dag als ik een bloemetje erin zet, is in naam van de vrouwen van Kona. DC en de staff, thank you, thank you, thank you. Nou, ik ben zeer ontroerd. Ik ben helemaal emotioneel geraakt. Ik ben ook heel dankbaar dat Kommerwijnen, de ondernemers in het bijzonder, mij hebben gewaardeerd en gehuldigd door de DC. En ik ervaar het als iets geweldigs. Er werd gezegd dat u een ondernemersgeest heeft. Kunt u dat voor ons allemaal verklaren? Ja, dat klopt. Ik ben van huis uit, voor de mensen die me kennen, inspecteur van politie. Ik ben hier gemuteerd voor het werk. En natuurlijk kreeg je allerlei vrouwen op het bureau. En ik heb toen gemerkt dat de vrouwen talenten hebben. Ik ben gelijk naar mijn lening gestapt en ik heb gevraagd om me uit te lenen. En dat hebben ze gedaan met veel genoegen. En ik ben gelijk begonnen om de ondernemers, die vrouwen die bang was om uit te treden, de vrouwen die eigenlijk angstig waren om de stap te maken naar het ondernemen, heb ik dan begeleid, gecoacht, geadviseerd. Ik had dit niet verwacht. Ik ben wel heel erg blij natuurlijk. Kijk, als je iets doet, verwacht je niet dat je geld ervoor terugkrijgt en zo. Maar als je die waardering krijgt, doet dat je al een heleboel. Vooral weet je, wat je doet eigenlijk, het sociaal werk dat je doet, doe je niet omdat je denkt van je wil namaken. Je wil dat mensen naar je kijken of zo, dat je opvalt. Maar het is meer dat je weet dat je mensen kan helpen, weet je. En dat geeft je een voldoening als mens. En dat is heel erg belangrijk. En als die waardering dan ook komt, dan motiveert het je nog meer om het werk verder te gaan doen. Wat heeft u concreet gedaan de afgelopen jaren dat u zo in de bloemetjes wordt gezet? Nou, een heleboel als toen personeel, medewerker van sociale zaken. Dan was je al in contact met mensen die problemen hebben. En nu ik met pensioen ben, heb ik ook weer de taak als coördinator van sociale zaken binnen Kommerwijnen om ook nog steeds problemen te identificeren en voor zover het mogelijk is om dan oplossingen te brengen natuurlijk via sociale zaken. En ook coördineer ik het distribueren van pakketten die verkocht worden en dat is dan in heel Kommerwijnen, die dingen voorzie ik, samen met natuurlijk mijn crew. En zo ook dat je dan hoort van kijk, er zijn mensen die het erg moeilijk hebben
En dan probeer je ook op die manier die mensen tegemoet te komen. Kijk u, gisteren was de internationale dag van de vrouwen, 8 maart. Dat wil zeggen dat de vrouwen gewoon op die dag helemaal op het hoogste niveau worden gezet. Ja, dan? Maar dan ga u kijken als u die vrouw daar huldigt goed. Dan? Zijn vrouwen in Komewijnen, ik net in mijn speech heb aangehaald, verschillende, of uit verschillende soorten mensen. Dan maakt het niet uit, de schoonmaakster, de persoon die in de tuin werkt of de landbouw doet. Dan? Er zijn dan vrouwen van bepaalde gebieden die gewoon met kop en schouders uitsteken. Ja dan? En daar gemeend hebben samen met Purple Movement om die vrouwen te huldigen. En dan moet u gewoon ze een beetje in de bloemetjes zetten. Toch? Wij maken een certificaat. Dat. Het commissariaat is eigenlijk het aanspreekpunt van het district. Als districtscommissaris, vertegenwoordiger van de regering, wordt alles gewoon op het bord van het commissariaat gezet. Van daaruit vindt dan die samenwerking plaats met alle actoren. Dan maakt het niet uit of het particulier is of van de overheid. Maar dan, wij het gemeente hebben, met de Murmelt Groep, Komewijnen, en het commissariaat die mensen te huldigen, die een beetje. En zodat het ook een voorbeeld mag zijn voor de opkomende vrouwen en de jonge dames.